zijn vandaag bij de Stichting Vluchtelingenwerk Oost-Nederland en wel bij vrijwilligster Marijke van den Bos. Marijke, kun jij vertellen wat Vluchtelingenwerk Oost-Nederland precies voor instelling is? Vluchtelingenwerk Oost-Nederland behartigt de belangen en ondersteunt vluchtelingen die hier in Wijchen komen wonen. Dat is onze afdeling, maar wij horen dan bij Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. En die behartigt de belangen in Gelderland en Overijssel. En het is een vrijwilligersorganisatie, al vanaf het begin. Dus er werken hier heel veel vrijwilligers. Uitsluitend of? Nee, er werken twee beroepskrachten. Een leidinggevende en die ondersteunt de vrijwilligers. En we hebben ook een participatiecoach sinds 1 februari. En verder hebben we 60 vrijwilligers. En de meeste daarvan zijn taalcoach of helpen in het taalcafé. En, maar je hebt ook een groepje juridische ondersteuning voor gezinshereniging, coaches, vestiging. Die helpen mensen bij het begin dat ze hier in Wijchen komen. Wat heb je nog meer? Spreekuurhouders. Mensen die de brede intake doen, iemand die voor de belastingen zorgt, administratieondersteuning, nou echt ook iemand die ondersteuning doet voor de taalcoaches. Dus we hebben heel veel vrijwilligers en twee beroepskrachten. Oké, dat is misschien ook wel nodig gezien het aantal vluchtelingen. Hoeveel vluchtelingen, om hoeveel gaat het in Wijchen? Ja, ik heb het eventjes aan mijn leidinggevende gevraagd en die zei van in 2014 waren er 20, in 2015 56, in 2016 108, 2017 weer 56 en dit jaar komen er waarschijnlijk 51. En je noemde 2014 als eerste, is dat ook het eerste moment dat er vluchtelingen in Wijchen aanklopten? Nee, want er zijn al... Dus je hebt ook vluchtelingen uit Joegoslavië gehad. In de jaren 90 was een hele stroom. Dus toen klopten ze ook in Wijchen aan. En zijn dat de laatste jaren, zo vanaf 2014, vooral ouderen of ook jonge mensen? Hoe is die verhouding precies? Het zijn vooral 25 tot 40-jarige gezinnen met kleine kinderen. Maar er zijn ook ouderen bij. Maar de meeste zijn toch de jongeren. Ja. En wat zijn zo de landen van herkomst op dit moment? Heel veel verschillende landen, maar de meeste komen uit Syrië en Eritrea. Maar je hebt ook mensen uit Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, Somalië, Nigerië. Ja, dat is het al zo'n beetje. Hoeveel procent van de vluchtelingen die hier al 2 of meer jaar zijn, hebben jullie intussen aan werk kunnen helpen? Weet je dat ongeveer? Nou, ik heb geen percentage. Maar het is wel zo van, het was in het verleden geen taak van vluchtelingenwerk. Maar sinds 1 februari hebben we een participatiecoach en die gaat ermee aan de slag. En ja, ik kan wel wat vanuit mijn eigen ervaring wat succesverhalen vertellen. Ik ken een man uit Syrië en die bij het eerste gesprek dat ik met hem had, zei hij meteen van ik wil straks gaan werken, maar daar heb ik Nederlands rijbewijs voor nodig. Dus toen hebben we ervoor gezorgd dat hij daar geld voor kreeg. En die heeft nu een baan als pakketbezorger. En we hebben ook iemand die schilder is. Iemand die logistiek verhuizer of in de logistiek werkt. Dus er zijn wel wat succesverhalen, gelukkig. En heel veel statushouders werken als vrijwilliger. Bij bijvoorbeeld vraag en aanbod. Met de kringloopwinkel of sommigen ook wel in de bibliotheek. Ja, met de fietsenwinkel van vraag en aanbod. Ja, klopt. Nou, het daarover hebben. Hoe is het eigenlijk gesteld met de medewerking in het algemeen van het bedrijfsleven? Ja, ik vind dat wel een beetje lastig. Want als mensen moeten inburgeren, de statushouders. En het niveau wat ze moeten halen is A2. En de bedrijven vinden meestal dat niveau, spreekniveau, veel te laag om iemand aan te nemen. Maar we hebben ook wel in het verleden een kookbijeenkomst gehad met allemaal bedrijven van Wijchen en bijsterhuizen. En er kwamen ook statushouders, dus er zijn wel wat contacten gelegd. Maar het blijft een beetje moeilijk omdat de verwachting vaak te hoog is. En bedrijven moeten natuurlijk ook investeren in
een statushouder. Hè? Het is niet zo van kom maar binnen en je kunt je werk doen. Ik ben heel lang ROC-docent geweest, dus ik heb heel veel met buitenlanders gewerkt. En ook met Turkse mensen, Marokkaanse mensen. En ook maar ook met Nederlanders. En het was in de volwassen educatie. Dus niet in de beroepseducatie, maar in de volwassen educatie. Dat heb ik hier in Wijchen 25 jaar gedaan, denk ik. Ja. Dan is dit vrijwilligerswerk eigenlijk wel logisch daaruit voortkomend, hè? Ja, als je kijkt naar de doelgroep wel. Maar in het begin dat ik hier vrijwilliger werd, heb ik een andere taak gehad. Dus niet met taal of zo, maar was ik coachvestiging. En een coachvestiging die houdt zich bezig met mensen die net in hun Wijchen komen wonen. En die dan, die moet je dan helpen met huurcontract ondertekenen, uitkering aanvragen, zorgverzekering, energie, maatschappij, nou ja, noem maar op, alles wat erbij komt kijken. Ja. En dat was dus niet echt, echt nieuw voor me. Maar ben je getrouwd? Heb je kinderen? Ik heb 3 kinderen. Ben getrouwd. Ik heb 2 kleinkinderen ook. Oké. Okay. Kom je zelf oorspronkelijk uit Wijchen? Nee, helemaal niet. Ik kom helemaal uit het westen van het land. Okay. Waar? Heemstede, bij Haarlem. Oké. Okay. Hoe lang woon je al in Wijchen dan? Nou, ik zat er laatst vanaf 82, dus dat is 35 jaar. Bijna 36. Bijna 36, ja. Ja. Ja, okay. Ja. Je hebt net al een taak van jou als vrijwilligster genoemd, vestigingscoach. Ja. Wil je daar nog iets meer over vertellen? Of doe je nog andere dingen ook als vrijwilliger hier? Nou, voor coachvestiging vond ik het zelf heel leuk om ervoor te zorgen dat kinderen uit een gezin naar zwemles konden. Hoeveel tijd gaat er in dit vrijwilligerswerk zitten voor jou? Ja, minimaal 2 dagdelen per week en maximaal 4 à 5. En ik kan het heel goed, kan het heel goed doen, want mijn kinderen zijn het huis uit en ik heb een ontzettend lieve man. En die vindt dat heerlijk om te koken, dus ik hoef daar niet veel te doen. Maar als het goed, ik wil nog even ingaan op andere taken die ik heb bij vluchtelingenwerk. Want met coachvestiging ben ik nu gestopt, want ik vond het eigenlijk een beetje te veel worden, omdat je dan toch vaker bereikbaar bent dan ik eigenlijk zou willen. Maar wat ik nu doe is kookbijeenkomsten, maar dat is ook al vanaf 2014 dat ik dat doe. Mm-hmm. 4 keer per jaar organiseren we kookbijeenkomsten en dan staat er steeds een ander gerecht op het menu, een ander nationaliteit, dus soms Syrisch, Eritrees, Iraaks, Somalisch, ja, noem maar op. Mm-hmm. En het is de bedoeling dat dan mensen uit Wijchen samen koken met hun. In totaal iets van 10 koks. En daarna komen er nog eens een keer mensen eten. Dus dan hebben we 50 eters in totaal. Dat is 1 activiteit. Een andere activiteit is nu gestart in januari. Dat is het taalcafé op de dinsdagochtend. En dan werken we aan de hand van thema's. Dan zijn we hebben nu het thema kennismaken gehad, thema boodschappen doen en nu komt het thema wonen en we werken dan in groepen, dus groepen van 6 deelnemers, dat het een beetje klein is, dat mensen ook echt aan bod komen om te praten en die groepen worden begeleid door vrijwilligers ook. En dat is hier in het Mozaïek, dat taalcafé? In de bibliotheek. In de bibliotheek, oké. Okay. Samenwerking met de bibliotheek, ja. Oké. Okay. En als laatste doe ik de brede kennismaking, brede intake. En dat vind ik zelf ontzettend leuk om te doen, want dan ben je niet met die regeldingen bezig. Maar dan ben je meer bezig met, wat wil je? Wat wil je in Nederland? Waar droom je van? Wat is je toekomst hier in Nederland? Waar wil je naartoe? Wil je een opleiding volgen? Heb je nu al voldoende contacten met Nederlanders? Wil je een sport gaan doen? Wil je vrijwilligerswerk gaan doen? Dat is gewoon vind ik heel erg belangrijk. Ja. Heb je ook, want voor dat soort gesprekken heb je ook wat gesprekstechniek nodig, denk ik. Heb jij cursussen of trainingen gedaan voor dit vrijwilligerswerk? Vanuit mijn opleiding heb ik wel gesprekstechnieken gehad. En ik heb wel een training gedaan, dat was gewoon een introductietraining. Ja. Dat was voor coachvestiging. En voor de brede intake, brede kennismaking, heb ik ook een training gehad. Okay. Ja.
Nou help jij vluchtelingen, heb ik gehoord. Ze net op allerlei manieren op weg. Je wijst ze ook op hun rechten waarschijnlijk, of anders doet dat de juridisch medewerker. Maar wijs je zulke nieuwkomers na verloop van tijd ook op hun plichten? Bijvoorbeeld dat ze zich ook wat aanpassen aan zoiets als het gangbare tuinonderhoud in een straat of het onderhoud van hun huis. Dat wordt zeker aangekaart als coach, doe je dat. En straks bij het taalcafé gaan we ook het thema tuinieren behandelen. Dus dan komt het ook terug. En ook in het huis is ook, ja, dat wordt zeker aangekaart. En voor de tuin hoeven mensen ook niet hun spullen te kopen. Maar ze kunnen gewoon dat gereedschap lenen bij Thalis. Dus dat is ook wel fijn. Maar doe je er ook iets aan om ze daartoe te bewegen? Dat ze die tuingereedschappen inderdaad aanschaffen en aan het werk gaan? Ja, nou, nee. Want we zijn eigenlijk zo dat we zeggen van ze moeten zelfredzaamheid. Dus zelfredzaam zijn. Dus als ze hulp nodig hebben, dan helpen ze. Maar we geven ze de tools, eigenlijk de instrumenten. En we geven voorlichting van je kunt dat gereedschap lenen bij je Thalis en ja. Maar we gaan niet controleren of ze dat doen. Okay. Wat vind jij zelf speciaal leuk of mooi aan dit soort werk? Nou, wat ik heel fijn vind is dat mensen welkom heet in Wijchen. Want het is natuurlijk ontzettend wat ze allemaal meegemaakt. Ik bedoel, zo'n reis hier naartoe. Dus dat welkom heten vind ik heel belangrijk. En ze op zijn gemak stellen. Nederland is een bureaucratisch land met al die paperassen, die papieren. Dus om ze zo op weg te helpen, dat vind ik heel mooi. En dat je ook ziet dat ze verbindingen maken met andere mensen. En dat ze zich veilig gaan voelen hier. En dat ja, ze Wijchen ook een fijne plaats vinden om in te wonen. Dus dat, ja, daar geniet ik van. Ja. Marijke, neem jij problemen waarover nieuwkomers je vertellen, hun trauma's en andere ellende ook mee naar huis? Ga je daarover liggen tobben of kun je dat makkelijk scheiden? Nou, ik vraag de mensen eigenlijk nooit naar hun vluchtverhaal. Want dat wordt al zo vaak, moet ze al zo vaak vertellen. Dus dat neem ik dan niet mee naar huis. Ik heb wel een keer gelezen, omdat ik dacht dat nodig had. En daar kan ik dan wel heel erg verdrietig over worden. Maar wat ik eigenlijk het moeilijkste vind op dit moment is dat gezinshereniging, dat de mensen zo lang moeten wachten om hun gezin weer te zien. Soms wel 1,5-2 jaar. En vooral de mensen uit Eritrea is het heel moeilijk voor, want die hebben meestal niet de goede documenten en dat duurt heel lang. En ja, ik vind het dan ook heel moeilijk om te zien dat bij de ene het wel lukt en de ander komt een maand later in Wijchen wonen. En daar lukt het dan niet bij. En wat ik ook moeilijk vind als er iemand mij vertelt dat bijvoorbeeld een moeder of een vader overleden is in het geboorteland. En ze kunnen niet terug en ze kunnen geen afscheid nemen. En dat vind ik hele moeilijke dingen. Ja. Nou, een hele andere vraag, Marijke. Krijg je wel eens scheve ogen van autochtone Wijchenaren die zich gepasseerd voelen met iets? Die zien dat een vluchteling wel krijgt waar eigenlijk zij recht op menen te hebben. Ik persoonlijk niet. Nee. Ik weet wel dat er mensen zijn die het moeilijk mee hebben. En vooral met dat er een woning wordt toegewezen terwijl iemand al heel lang staat te wachten. Maar er zijn ook een heleboel misverstanden over wat vluchtelingen krijgen, wat statushouders krijgen. Die krijgen niet alles gratis. En die moeten ook geld lenen om hun huis in te richten. En die krijgen een uitkering en daar moeten ze mee doen, een huurtoeslag. Maar ja, dat zijn dingen die Nederlanders die een uitkering hebben ook krijgen. Mm-hmm. Dus het enige punt, en daar kan me wel iets bij voorstellen van dat Nederlanders dan denken, ja, die krijgen wel een huis en ik zit al zo te lang te wachten. Maar dan kunnen de statushouders, de vluchtelingen, kunnen daar zelf niks aan doen. Want er is afgesproken dat de gemeente Wijchen een aantal statushouders per jaar plaatst. Nou, laatste vraag. Heb je nog een boodschap voor de politiek in het algemeen? Wordt er voldoende aan snelle integratie gedaan voor die mensen die graag snel willen integreren? Sinds kort hebben we dan die participatiecoach, sinds 1 februari. En die gaat ook kijken naar mensen die snel willen integreren, om die te helpen. Mijn ervaring tot nu toe is dat er sommige mensen echt lange tijd nodig hebben om hier een beetje te wennen. En er komt zoveel op hun af.
die zijn er nog niet aan toe om echt een betaald werk te krijgen. Maar ja, die participatiecoach kan voor de mensen die heel snel werk willen, kan ze bij het werkbedrijf aankloppen, kijken of er iets is, of mensen die een opleiding willen volgen. Maar ze moeten wel ook inburgeren, dat is een verplichting. Hè? Ja. Ze moeten wel examen doen. Ja. Ja. En okay. Er zijn ook een aantal mensen die ik ken die heel graag een eigen bedrijfje willen beginnen. Bijvoorbeeld een cateringbedrijfje met Syrische gerechten. En daar zijn we ook wel mee bezig om te kijken of dat kan. Maar de politiek zelf, nou Sign-up hè, van de Partij van de Arbeid, dat moet ik toch even noemen, dat is een hele goede. Die komt ook bijna altijd op de kookbijeenkomsten en ja, die doet heel veel ervoor. Nou, dankjewel Marijke voor dit interview. Ja, jij ook bedankt.